Ja, de pitch on the pitch. Het nieuwe normaal zorgt voor uitdagingen in de sport. En daarom hebben we mensen gevraagd om met oplossingen te komen. En die hier te komen pitchen. En vandaag is de aftrap met deze iets wat nerveuze meneer. Voor het eerst op tv zo te zien. Ja. Vertel, wat is je naam en wat heb je gemaakt? Mijn naam is Jürgen Treuniet en ik heb een coronaproef schaakspel gemaakt. Is dat dan met anderhalf vakje afstand tussen de stukken, Jürgen? Nee, wie is dat? Nee, laat maar eventjes. Want even kijken, hoe werkt het? Ja, je kunt gewoon schaken. Zwart aan deze kant, wit aan die kant. En door dit plexiglas scherm kun je elkaar niet besmetten. Ja, en het zit helemaal vast en alles. Ja, ja, is een muur. Ja, en wat hangt hier? Nou, dat zijn twee handige flesjes met handsanitizer om je handen te ontsmetten. Ja, dus dan kan je Ja. Even over het bord heen. Ja, nou ja, dat kwam er een beetje snel uit. Weet je wie dat vannacht ook zei, Jürgen? Nee, wie is dat? Ja, negeer dat even zoveel mogelijk. Ik zit te kijken. Ik heb zelf ook wel geschaakt. Ja. Volgens mij zo'n eerste zet gaat wel, maar als je echt verder wil, dus stel ik wil mijn loper daar zetten, dan kom je hier tegen. Ja, maar moet dat? Ja, ik ken de schaakregels daar niet goed genoeg voor. Ik ben meer van de technische kant, hè? Ja. Ik zie ook geen plek voor een schaakklok. Schaakklok? Ja, oké. Okay. Never mind. Diederik, zeg het maar. Ja, een paar dingen. Corona-proof is hip. Dat je er niet op kunt schaken, vind ik jammer. Maar is denk ik geen dealbreaker, want veel mensen kunnen ook niet schaken. Dus dat is denk ik een enorme markt. Ik wil investeren voor 50.000 euro. Zo, halve ton, Jürgen. Nou ja, ik had gehoopt op meer, maar het is toch leuk. Hè? Het is op zich wel genoeg om een normale broek van te kopen misschien, toch, Jürgen? Ik vind jullie programma over het algemeen wel leuk. Maar de manier waarop hij met mensen omgaat, vind ik niet kunnen. Nee, dat snap ik, maar het is een proces natuurlijk. Van harte inval met je investering. Okay, en dit kan weer mee. Ja. Of een ton, hé. We gaan weer lekker pitchen, pitch on the pitch. En we sluiten traditiegetrouw af met de rebus. Diederik, wat heb je deze week gebrouwen in je rebus-laboratorium? Ja, ik heb wel weer een hele mooie. Dat is deze. Zo. Ja, dat is een flinke lap voor de mensen thuis. Ja, Weet u het antwoord op de rebus? Stuur dan even een mailtje. Hij moet langer in beeld, denk ik. Langer? Oké. Okay. Ja. Mag ik dan meteen even... Eerste regel, tennisbal wordt Dennisbal en een berg, een lamp, kamp. Dus tennisbal, bergkamp. Ja, ik had zeg maar met die tennisbal bedoel ik tennis. Ja, maar dus tennis. De regel is weer Dennisbal, bergkamp, Dennisbal. Ja. Oh, Dennisbal. Oké. Acht keer, dus het is Jack van Gelder. Ja. Ja, maar Argentinië, die goal. Ja, dan klopt hij dus niet. Jawel. Nee, want het is acht keer. Hij roept niet acht keer Dennis Bergkamp. Jawel, maar hij scoort pas later, hè? Nee, hij gaat niet Dennis Bergkamp roepen als hij nog niet gescoord heeft. Nee, maar hier neemt hij de bal pas aan. Nee, maar wacht even. Misschien hebben we het geluid even van Jack van Gelder. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Zie je wel. Ja, hij klopt. Ja, maar hij zegt niet Dennis Balbergkamp. Nee. Ja, de rebus is hier in Hilversum al een beetje opgelost. Maar kijkers thuis, jullie kunnen het zelf ook nog eens proberen. Dit was Makkelijk Scoren. Fijne sportweek allemaal. En tot volgende week. Dag. Je moet dan even checken. Ja, maar het idee is dat je dan tennis... Dat je gewoon dit het idee. Makkelijk Scoren werd mede mogelijk gemaakt door Waterpolo. Een kletsnat uitje voor het hele team.